Hey, welkom in deze nieuwe video van Bosdag. Vandaag is er eigenlijk niet zo heel veel op de planning. Het is zelf wel avond. Heb ik besloten eigenlijk om met jullie eens een gesprek te voeren. Eigenlijk omdat ik ook merk als ik op TikTok live ga, op Instagram live ga, op sommige kanalen, merk ik ook heel vaak dat jullie dezelfde vraag hebben. Die vraag is altijd, hoe voelt het om alleen te zijn? Hoe doe je dat nu? Heb je extra hulp? Hoe voelt dat nu eigenlijk gewoon algemeen? En ik dacht, misschien is wel eens de gelegenheid om daar eigenlijk wel eens een gesprekje met jullie te voeren daarover. Hoe het nu precies is om alleen te zijn eigenlijk. Ik zal heel de uitleg doen voor mensen die nieuw zijn. Ik ga hem even wat goed zetten. Dus op 3 april... is mijn moeder helaas gegaan. Toen was het ook wel heel moeilijk om alleen te zijn. Maar doordat dan mijn beste vriendin nog leefde, was het eigenlijk gecompenseerd. Omdat die ook elke dag er was. Eigenlijk, ik kon die altijd contacteren als er problemen waren. Ik kon ook altijd live gaan. Samen zorgen dat dit op dat werd opgelost. Maar helaas is die... ook gegaan op de, ik denk dat de 13 of 14 juli is zij dan ook helaas overleden. En toen werd het eigenlijk wel heel moeilijk, want ik moest mijn eigen een beetje terug gaan zoeken. Zoeken bedoel ik mee, ik moest dus gaan zoeken van bij welke mensen kan ik nu terecht om de problemen aan te pakken zonder dat ik meteen naar de begeleider moet sturen. Ik had wel natuurlijk mijn 2 buren al, die had ik vanaf dat mama gestorven is, had ik wel mijn 2 buren. Die waren er ook altijd, maar je gaat toch op zoek naar van wie kan ik nog contacteren als vriend, bij wie kan ik nog elke dag gaan live gaan. Uiteindelijk is dat dus helaas eigenlijk uitgedraaid op een hele gauw. Dus ik begon mijn buurvrouwen constant te sturen via de gsm, foto's te delen, ook op momenten wanneer die mensen geen tijd hadden of andere dingen, ze begonnen gewoon te sturen. Of het niet meer schoon was, eigenlijk gewoon te veel, eigenlijk te veel. Dus dat die mensen ook om nu zeiden van, het is te veel eigenlijk dat je stuurt. Toen ben ik op, dat was niet omdat ik, ik ga het zo zeggen, erom gedaan had, maar gewoon het feit, die mensen waren daar, die mensen kende ik, dus ik kan dat daar wel delen. En dan, zo ben ik dan ook, ik vertrouw die mensen 100%, zelfs meer dan 100%, maar, dan begon ik die persoon ook te sturen. Ondertussen zijn we zoveel maanden verder en heb ik heel veel mensen leren kennen via TikTok. Mensen die live komen, zoals ik ga hun naam een beetje noemen, zoals Stijn, Mitzi, en nog andere mensen. Waar ik dus, als ik die live zie, die ik ook op Facebook heb, dan kan ik die ook altijd sturen. Dat is allemaal geen enkel probleem. Maar je merkt ook wel dat het heel moeilijk is om vrienden te leren kennen. Want je moet het eerst al uitleggen, wat is nu mijn beperking? Want ik heb een verstandelijke beperking. Ik heb autisme. Ik heb dyslexie en ik ben een transgender. Begin maar om het allemaal even uit te leggen aan nieuwe mensen die je leert kennen. Met deze mensen die ik nu heb leren kennen gaat het zeer goed momenteel. En hopelijk, als we 5 jaar later zijn, dat we nog steeds die mensen kunnen aanspreken of kunnen zeggen hoe het in elkaar zit. Maar ik heb dus ook hulpverleners. Dus dat was, ik kijk dus een kuisvrouw. Ik heb ook mensen, dus begeleiders, dat we die eigenlijk noemen, die komen elke vrijdag, dus ofwel ga ik naar hun, ofwel komen zij naar hier, om de papieren in orde te brengen, zorgen dat de papieren die betaald zijn in de map geraken, of als er een probleem is, bijvoorbeeld, ik geef nu maar het voorbeeld van deze, dat is toevallig een Sinterklaasboekje, van de rekening klopt niet, dan gaan zij bellen voor mij, van wat is het probleem? Waarom staat daar bijvoorbeeld 2 uur en de kuisvrouw is bijvoorbeeld maar 1 uur geweest, dan gaan zij dat voor mij bellen. En dat doet eigenlijk een beetje mijn begeleider. Mijn begeleider zorgt ook ervoor dat alles in orde loopt, dat ik ook kan zeggen van kijk, nu loopt het niet zo goed met het feit van de kuisvrouw
heeft haar shop bijvoorbeeld niet gedaan. En ik ga je ook nog eens laten zien. Even pakken, mensen. Even pakken. Dus wij hebben ook nog een map. Ik ga even kijken of wij lopen, hè. Ja. Wij lopen. Ik kan je even afzetten. Ik heb dus ook nog een kaft, maar die kaft kan ik helaas niet laten zien. Waarom niet? Omdat ook de privacy van die mensen waar die werken niet in beeld komt. Waarom niet? Ik moet dat eerst vragen en ik heb niet gevraagd, dus dan doe ik dat ook niet. Dus ik heb dus sinds kort zo'n een boekje eigenlijk. Een boekje. Dat boekje, dat is eigenlijk... ik kan natuurlijk niet alles laten lezen, want ja, hier staat alles privé in natuurlijk. Maar ik ga een beetje dus hier... Hebben we allemaal blaadjes en hier kan de kuisvrouw dus bijvoorbeeld schrijven. Ik geef me ook maar een gewoon voorbeeld van ik heb vandaag met Sil de keuken gekuist. Dat is heel goed gegaan, maar bijvoorbeeld, ik zeg nu maar eens, jullie weten dat Jo hier ook altijd komt van Jo, kun jij zorgen bijvoorbeeld dat het afwas en de andere papieren in de map geraken of de begeleider. En dat komt allemaal hierin ook. Mijn andere hulpverleners kun je ook inschrijven dat er geen verwarring komt met wat dat er allemaal gedaan is. Nu ook binnenkort komt er ook een sleutelkastje aan mijn deur. En dat komt dus ook hier allemaal in eigenlijk. Dat schrijft de begeleider in van ja, ik heb een sleutelkastje aangevraagd. Is dat goed voor jullie? En dit en dat. Dat komt er ook allemaal in eigenlijk. En daarvoor dient het boekje eigenlijk. Dus hier wordt eigenlijk mee gecommuniceerd, omdat het in het verleden al een paar problemen geweest zijn. Hier mogen ook altijd de buurvrouwen inschrijven, dat is allemaal geen probleem. Ik heb ook een kaft. Die kaft kan ik helaas niet laten zien. Dus de kaft zelf kan ik niet laten zien en ook niet papier. Maar er hangt dus ook een papier in. Mij bijvoorbeeld de nummer van de dokter. De telefoonnummers van mijn broer, van mijn schoonzus. Ook namelijk staat er ook op een papier van de buren, de nummers van de buren staan er ook op. Ook wie ik moet bellen als ik naar de 100 wil bellen. De huisarts, als die niet er is, moet ik naar de huisarts van wacht bellen. En zo van die dingen eigenlijk allemaal staat erin voor als bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, een voorbeeld, als er arbeid binnenkomt. En ik moet naar de dokter, dan weet zij welke dokter zij moet bellen. En dan kan ze dat allemaal in orde brengen, omdat dat heel moeilijk is voor mij om eigenlijk te bellen. Bellen is iets wat ik niet graag doe, wat ik ook niet goed kan. Als ik kan, dan zou ik eigenlijk gewoon pure mail sturen, maar soms kan dat ook niet. Ik kan niet naar mijn dokter een mail sturen namelijk. Dat loopt nu wel, moet ik zeggen, zeer goed. Ik kan wel aan mijn huisarts bellen, met heel veel schrik. Ik zit daar ook uren al te repeteren, wat moet ik zeggen tegen de huisarts. En als de huisarts dan niet oppakt, dan ben ik heel gefrustreerd, want dan moet ik nog eens een tweede keer bellen, of een derde keer, of een vierde keer. En ja, dan durf ik soms al niet meer bellen en dan is het gewoon, oké, we zullen morgen wel opnieuw bellen en dan bel je morgen opnieuw, die pakt weer niet op. En zo van die dingen. Maar wat ik ook nog heb, is eigenlijk dus nu, die komt heel vaak. Dat zijn een beetje de opdrachten die hij doet eigenlijk. Die zijn in een blad gezet eigenlijk. En op dat blad kan ik dus invullen wat ik heel graag wil, dus bijvoorbeeld ik kan opvullen op kuis wat, dan kan ik kan je nu opruimen, zetten, opruimen, want ik had vandaag invullen de boven. Samen. Bekijken. Omdat ik het heel moeilijk heb om tegen de mensen in te gaan. Ik ben zo geen persoon die tegen de mensen ingaat. Ik vind dat heel moeilijk en ik vind het ook wel heel leuk als ik dan kan zeggen van kijk, gaan we dit doen? Hij vraagt dat ook altijd. Maar ik vind het heel moeilijk. Wij hebben hier ook de kuisvrouw die hier vroeger kwam. Was ook altijd, als hij zei van ja, gaan we de keuken doen? Dan zeg ik gewoon ja, wat maakt het mij uit wat hij doet? Keuken. Maar achteraf ging ik dan bij mijn buren zeggen van ja, mijn kuisvrouw heeft de keuken weer eens gedaan. Maar de keuken moest niet gedaan worden. Nee, want... Het moet boven gekuist worden bijvoorbeeld. Hè. En dat werd heel vaak gewoon niet gezegd door mij. Ook toen Jo voor de eerste keer binnenkwam. Ik zei van, oh jee, ik ken die mensen niet. Ik moet daar aan zeggen van dat en dat. Ik ben zo geen persoon. En ik denk dat dat misschien ook met mijn beperking te maken heeft. Om te zeggen van, doe dit, doe dat. Nee, ik voel me geen baas in mijn huis eigenlijk. En ik was daar ook heel verlegen in om dat te zeggen eigenlijk. Van, nee, niet de keuken. Niet de keuken alsjeblieft. Boven moet gekuist worden. Want boven is het harder nodig dan beneden.
Maar die wat dus nooit niet zeggen. En toen zei de begeleider, we zijn er ook allemaal samengekomen, van wij gaan een papier opmaken wat op dat moment die persoon moet doen. Zodat die persoon dat ook kan lezen. En dan weet die persoon, ah ja, dat blad is op tafel, dat moet er gebeuren. En dan gaan ze samen met kijken of wat dat mogelijk is om te doen. Jo heeft mij ook eens een keer meegenomen om boodschappen te gaan doen. Want uit mijn eigen haar dat ik niet zei, ik moet boodschappen hebben. Nee, ik ga altijd wachten tot die persoon zelf iets voorstelt. En dan zeg ik, oké, ja. Dat heb ik niet met mijn buur. Mijn buur, als die iets voorstellen, dat is meteen in orde. Dat is oké. Ik durf er eigenlijk heel veel tegen zeggen. Maar tegen mijn hulpverleners heb ik dat er nog altijd heel moeilijk mee. Dus is dat heel moeilijk. Wat heb ik ook nog? Dat heb ik ook samen gemaakt. Ik ga het even uithalen. Even eruit halen, want ik had het ook kunnen uithalen plaats van los te maken. Is eigenlijk dit papier. Hier op dat papier staat weekschema voorlopig. Het zal ondertussen moeten aangepast worden. Maar maandag staat hier dus grief en spullen opruimen plus poetsdienst. Dinsdag school plus thuishulp opruimen. Woensdag school, dat is als ik woensdag naar school moet, dat is volgende week pas, dat is nu niet. Stofzuigen, opruimen, zetel, tafel en of al die dingen. Donderdag zweven boven, badkamer op orde. Vrijdag wassen. Zaterdag strijken en plus nog iets. En zondag, ja, doe ik niks. Dat staat hier allemaal op. Sinds kort zal dat moeten aangepast worden, want wij hebben dat nog niet heel lang gemaakt. Ik samen met mijn hulpverlening. Want ja, ik kreeg de vrijdag te horen dat ik dus ook een andere kuisvrouw heb die nu op woensdagmorgen kwam. Ik heb het dus, ja, ze hebben dat op vrijdag laten weten. Maar zodat je wel een beetje weet, ik was op dat moment de telefoon ook niet opgepakt. Ik was aan het fietsen en ik heb ook niet naar mijn antwoordapparaat geluisterd. Ik heb wel teruggebeld naar die persoon, met heel veel schrik. Maar die wist mij niets te vertellen. Die zei gewoon van, ja, dinsdag komt die persoon en woensdag komt de kuisvrouw. Dus ik dacht gewoon, ja, de ene kuisvrouw, die zal nog ziek zijn, die zal niet kunnen. Maar alles is minder waar, dan ga ik even terug, want anders is dat moeilijk. Wat blijkt nu? Ik krijg nu een gloednieuwe kuisvrouw. Een heel gloednieuwe kuisvrouw. Dat zorgde voor zaterdag. Volledig in paniek. Paniek tot en met. Want ik had ze in mijn hoofd, ik heb een schema, dat staat erop hoe je dat moet doen allemaal. Nu komt hij op woensdagmorgen. Op woensdagmorgen moet ik soms naar school. Hoe ga ik dat doen? Hoe moet ik dat nu oplossen? En waarom is achter mijn rug gebeurd? En ik was toch wel even kwaad. Ik was niet kwaad op de vorige kuisvrouw, ik ben ook niet kwaad op de nieuwe kuisvrouw. Ik ben gewoon kwaad op het algemeen. Op het feit hoe dat ze mensen eigenlijk voor iets zetten. Eigenlijk een hak zetten, of hoe zeggen ze dat? Waarom was ik daar kwaad op? Op het feit dat het meer achter mijn rug gebeurd was. Ik had zoiets van, het loopt goed, waarom moet het dan veranderen? Hoe dat het gaat lopen woensdag, dat weet ik niet. Ik ben er momenteel ook wel een stukje mee bezig. Maar ik ben momenteel zoiets van, waarom? Waarom gebeuren dingen waar dat ik achteraf het pas van hoor? Hey, ik heb er nu liever gehad dat ze mij hadden gebeld. Is het goed dat er iemand anders komt? Bla, de reden gegeven misschien. Nu dat, ik zeg het, achter mijn rug gebeurt. En achter mijn rug is echt niet plezant. Of dat je nu een beperking hebt, of dat je nu geen beperking hebt. Ik denk dat jij dat zelf ook niet leuk zou vinden. En dat is nu gebeurd. Alleen al dat feit is al super erg. Want ik ben daar constant mee bezig. Ik heb de zaterdag ook niet echt nog geslapen, s'avonds. Want ik was daar constant mee bezig van, oké, hoe gaan we dat oplossen? En hoe gaat die reageren? Weet die ook dat ik een transgender ben? Weet die dat ik autisme heb? Weet die dat ik een aantal dingen moeilijk heb? Weet die van het schema? Weet die van dat boekje? Moet ik alles van nul gaan beginnen? Hoe moet ik dat gaan doen? En ik heb er geen zin in om op nul te beginnen. Hoe ga je dat nu moeten uitleggen, die persoon? Gaat dat wel klikken? Gaat dat niet klikken? Want als het niet klikt, wat moet ik dan doen? En ik zeg dan, en ja, waarom hebben ze dat veranderd? En zo ging dat constant door mijn hoofd van, waarom eigenlijk? Een antwoord dat krijg je natuurlijk niet. Ik heb toen mijn begeleiders gestuurd in het weekend. Dat heb ik nog nooit gedaan, maar ik vond dat nodig om die mensen in te lichten. Want ik van, ja kom, kun je niet bellen? Want ik wil dit niet. Ik wil dit niet. Dat is nog steeds als je het hebt van, ik heb hier niet voor gekozen. Laat het gewoon hoe dat is. Het loopt goed. Waarom zou het dan moeten veranderen? Mijn begeleiders die hebben gebeld. Ze hebben gebeld. Maar
Ik weet niet wat ze hebben gezegd aan de telefoon. Ik weet niks momenteel. Ik weet niet. Gaan ze het nu terug veranderen? Gaan ze het nu zo laten? Gaan ze het mij nu komen uitleggen waarom het veranderd is? Ik weet van niks. Dat is het enige wat ik weet. Is 0,0. En dat maakt het eigenlijk wel heel frustrerend. Omdat dat mij weer al stress bezorgt die eigenlijk voor niks nodig is. Als ze allemaal goed communiceren. Als ze allemaal goed afgerond is. En allemaal goed... de uitleg doen. Een keer zeg ik, ja, als je dat telefoon had opgenomen, had dus, ja, maar misschien had het puntjes uitgelegd. Ik vind zoiets eigenlijk dat gewoon, ja, via telefoon ook al niet moet gezegd worden. Dus ja, dat zijn zo dingen die mij echt wel irriteren. En dan vraag ik me soms af van, hoe zien zij dat dan allemaal om alleen te wonen? Alleen wonen is voor mij momenteel... valt dat nog wel mee. Ik heb ook mijn ups en downs. Ik heb heel vaak in een dip gezeten. Dat zit ik nog steeds. Soms, soms heb ik dat nog wel eens een keer dat ik in een dip zit. Dat ik dus vooral met jullie moeilijk vind om een vlog te maken. Omdat ik alleen ben. Vroeger zei ik, ja, mama, laten we eens knutselen. Laten we dit, laten we eens dat. Nu ben ik aan het afvragen, staat die camera wel aan? Omdat die nu net wel aan het focussen is. Ja, is dat aan? Ja, maar voor de zekerheid, want ik doe niet graag mijn uitleg opnieuw. Ik heb nog nooit alles opnieuw gedaan. Het is niet gemakkelijk om alleen te wonen, zeker niet. Het is frustrerend. Vooral als ik ergens naartoe ben geweest of ik doe iets met mijn petekindje. Ik wil dat met heel de wereld delen. Ik wil dat met iedereen delen, maar ik wil dat vooral delen met mijn moeder. Dat gaat niet. Totaal niet. Ik heb daar soms wel heel moeilijk mee. Ik zou ook wel even willen vertellen van, kijk, mama, we hebben vandaag bij mijn petekindje gaan wandelen. Ben gaan fietsen met hem. Kijk, ik kan maar stappen. Of kijk, of dit heb ik gedaan op school. Van school terugkomen ook zo van. Hey, mama, we hebben bijvoorbeeld thema herfst gehad. Ja, dat gaat ook niet. En dan, ja, dan zijn de mensen die op Facebook zitten... die soms hele uitleg krijgen, nu ook gisteren, dat is ook een schoon voorbeeld eigenlijk. Gisteren heb ik mijn buurvrouw verrast. Ja, je zou wel weten, Slim Piet is hier geweest om haar te verrassen. Maar op dat moment kun je dat ook weer niet kwijt. Je hebt dat gedaan. Je bent er heel blij mee. Ik had daar echt wel heel goed gevoel bij. Ik was content. Ik was echt blij dat ik iemand blij heb kunnen maken. Ik heb het ook gedaan met mijn andere buurvrouw trouwens. Nu was ze bij elke vorige keer met Rabia. Ik was er echt heel blij mee. Maar daar houdt dan ook op dat moment. Want ja, ik dacht van nee, ik ga niet naar Rabia sturen. Want ja, ik ga het er niet voor storen. Hè, want ja, dat is niet zo de bedoeling. Dat ik daar ook nog, dat ik ga zeggen van ja, ik heb dat gedaan met elke keer van zitten met dat. Dus het enige dat mij mogelijk leek was dan gewoon op Facebook plaatsen. Om ja, de mensen dat toch... te laten weten. Maar dat is heel vervelend. En dat is heel vervelend. Soms heb ik ook zo op zondag vooral. Zo echt zo een drukking van. Oké, ik sta op. Wat doen we dan? Ja, oké. We kunnen misschien gewoon terug kuisen. Momenteel staat het leven eigenlijk een teken aan kuisen. Kuisen. Ik doe alles. Kuisen. Ik wil dat het niet perfect ligt. Soms lukt dat is niet. Dan lukt het niet. Zeker als ik in een dip zit, ook alleen eten vind ik ook niet zo leuk om alleen te eten. Ja, ik vind het soms heel moeilijk om alleen thuis te zijn. En dat was in de zomer niet het geval. Want van de zomer had ik ook wel soms van, oh ja, is het alleen. Maar ja, het was in eerste, het was lange licht. Ik was ook vaak buiten. Ik heb nog geweten dat ik en Elke aan de ene kant van de muur en ik aan de andere kant van de muur. Gewoon ik naar haar muziek aan het luisteren was. Gewoon, echt gewoon puur om iets te horen. Niks zeggen, maar gewoon sturen via Messenger of WhatsApp. En gewoon luisteren op dat moment naar de muziek van haar of de muziek van Rabia. Op dat moment, en ik voelde me niet alleen. Maar nu, met deze tijd van het jaar. Het enige wat je ziet is donkeren. De maan, dit, dat. Het is altijd zo heel vroeg donker. Dus ja... is het ook niet zo heel plezant om alleen te zitten. Natuurlijk, het moet ook nog wennen. Het zal altijd wel een probleem zijn, denk ik ook wel. Omdat je altijd alleen zult zijn. Altijd. Ik heb hier wel mijn dieren en zo. Ik kan het tegen mijn vriend zeggen van, kijk, ik heb dat vandaag gedaan. Dat dier denkt, ja, oké, goed. Hey, maar dat beest kan niet reageren. Ik denk dat het altijd wel zo wel een probleem gaat geven om alleen te zijn. Ik zeg ook niet dat het ook een groot probleem is om alleen te zitten. Maar...
Het is soms heel moeilijk. En ja, het is heel moeilijk. Mensen vragen constant ook hoe gaat het ermee. Het gaat niet altijd 100%. Het zal ook nooit 100% gaan. Hè? Maar het gaat momenteel, hoe het nu loopt, gaat het. Ik kan soms wel lachen, maar het is vrij moeilijker. Want toen mijn oma gestorven was, had ik het ook moeilijk om niet naar het bejaardenhuis te gaan of naar haar thuis. Maar je moet je voorstellen, dat is andere. Dat is ook verdriet, maar andere verdriet. Nu ja, is het in je eigen huis en je weet, ja, boven heeft mijn mama gewandeld, in de gang heeft mijn mama gewandeld. Overal waar je gaat, ook de stoelen, de kasten, de boom, alles herinnert u aan uw moeder. Ook de plaats van de zetel, ah ja, daar heeft mijn mama gezeten, dit, dat. En dat maakt het soms wel moeilijk als je alleen bent, dat je wel beseft van, ja. Het is daarom dat ik ook in de vorige vlog heb gezegd dat ik de kinderkamer graag onder handen wil nemen. Gewoon puur om daar ook een plaatsje te maken. Niet dat mama volledig uit het huis gaat verdwijnen, nee, dat gaat niet gebeuren. Maar ik wil gewoon een plaats creëren van hier denken we aan mama. En dat is de kamer waar mama altijd heeft geslapen. Zal ook altijd wel zo zijn dat je daaraan denkt, maar dat het een kinderkamer wordt. En geen plaats waar je denkt, ah ja, die twee bedden, daar heeft mama ooit in gelegen. En zo gaat slapen op mama's kamer. Dat wil ik eigenlijk nu proberen aan te pakken in de middelen die ik heb. Ik heb niet zoveel middelen, ook de winkels zijn niet open om mee middelen te doen. Dat is het enige wat ik eigenlijk nog graag zou willen doen. Voor de rest maakt het mij niet zoveel uit. We hebben ook een Mickey Mouse op de kast gezet die mama heel graag zag. Er zijn altijd wel van die dingen die aan mama herinnerd worden. Maar ik kon zo plaatsen creëren waar dat het niet nodig is. Creëren eigenlijk. Gewoon, oké, we weten wel, mama heeft hier geslapen, maar dit is Enzo zijn kamer. En we gaan vanaf nu zeggen Enzo zijn kamer. Dat gaat nu nog niet. Ook die jongen zelf heeft het daar heel moeilijk mee, volgens mij ook wel. Mensen zijn altijd, hij beseft niet dat zijn oma dood is. Hij beseft dat niet. Dat kan goed zijn. Maar de jongen moet wel gaan slapen in die kamer. Hè? En als je elke keer tegen de jongen zegt, dat was oma's haar kamer. Dan gaat hij ook oppikken, ah ja, dat is oma haar kamer geweest. Het is niet mijn kamer. En dat vind ik heel jammer, dat constant verseerd wordt daarin. En daarom ben ik dus ook van plan met de kinderen of alleen of met de buren. Ik weet nog niet wie ik ga vragen om dat te doen. Om dat eigenlijk deel weg te halen. Ik heb nog een koffer liggen waar mama kleren in liggen. Die moet ik ook nog steeds leegmaken. Ten eerste, ik vind de moeder niet in. Ten tweede, ik denk ja, of de kleren er in liggen of die liggen er nu niet in. Ik zie niet in waarom dat wat probleem kan zijn. Maar alles staat nu op in zijn kamer en dat is zeer vervelend. Eigenlijk. Toen Enzo een hele week bleef slapen, vond ik dat ook altijd zo van, ik zei dan ook altijd van, ja, daar slaap je op mijn kamer. Maar die gaat zich ook om de deur afvragen, is wel groot, oké, mijn kamer, maar waar is de oma dan? Ja, dat wil ik wel vermijden eigenlijk. Ik denk dat de jongen ook wel een stukje beseft van, oma is hier niet meer, want toen oma hier was, hij heeft ook alles meegemaakt. Maar ja, er kunnen over strijden en zo, veel mensen zeggen, hij beseft het niet. Ik heb het gevoel dat het wel aanvoelt. Ja, daar kunnen we uren over gaan en uren over strijden van hij voelde, nee, hij was toch te klein en de communicatie en die strijd ga ik ook niet meer aan. Maar ja, ik heb het ook heel moeilijk om alleen te zijn en ja, ik denk dat iedereen dat wel eens heeft, maar ik heb het dus extremer ook door mijn autisme, omdat ik ben een persoon die graag alles deelt. En ik blijf dus ook langer op school, dus als ik op school ben en ik zeg van nu mag je naar huis, dan denk ik, oké, we gaan naar huis, maar wat kan ik daar gaan doen? Gaan kuisen, vlog opnemen en zo van die dingen. Maar nu ook, omdat ik dus nu ook, dat je wel hoort, eigenlijk heel veel golf. Met mijn stem denk ik soms ook van wat zal ze dan gereageerd hebben. En zo kon ik er uren in verder gaan eigenlijk. Dus ja, eigenlijk komt het daarop neer dat het heel moeilijk is momenteel. Vooral in de winter. En ik denk dat dan nog wel momenten gaan komen dat het nog moeilijker gaat worden. Nu komen we ook binnenkort, Sinterklaas komt toe. Allee, Sinterklaas is hier maar, hij gaat de schoenen vullen. Het wordt kerstmis, nieuwjaar. Dat is ook allemaal hoe dat het allemaal gaat verlopen. En het gaat ook heel moeilijk worden, ook omdat Miranda er ook niet meer is. En dat is ook zo'n deel waar je niet terecht kunt. Ja, dat zullen altijd wel moeilijke punten zijn op dat moment. Maar momenteel lukt het om alleen te zijn. Als iedereen zich aan de afspraken houdt, ben ik er zeker van. Dat we over 2 jaar, als we hier terug spreken met dezelfde video, misschien een andere camera, hopelijk dezelfde camera. En ik ga daar over 2 jaar terug, of een jaar terug zeggen van kijk,
hoe voelt het nu om alleen te zijn, dat ik misschien dan wel iets anders zal zeggen. Dat wel. Sowieso. En hopelijk kunnen we dan nog zeggen dat we hetzelfde team hebben. Hè? Dat we nog altijd dezelfde vrienden hebben dan ik nu heb gezegd in de video. Laat ons dat hopen, dat we dat kunnen zeggen over een paar jaar. Dus ja, laat ons hopen. Hè? Maar ik heb jullie de uitleg gegeven. Ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk was. Moest er vragen zijn, dat zeg ik ook altijd bij elke video, moesten er vragen zijn of gezegd van, kun je iets vertellen hoe het is om naar de winkel te gaan met autisme of naar de kapper? Laat het allemaal even weten, hè, via Bolstar, dus gewoon TikTok, Instagram, Facebook, noem maar op. Eigenlijk, wij zitten erop. We hebben ook een e-mailadres, bolstar@outlook.be. En daar mag je altijd sturen. Ik wil er altijd een video over maken, hoe het is om voor mij dat te doen of voor mij dit te doen. Sowieso. Wat ik nooit zal vertellen is bijvoorbeeld van waar mijn begeleiders komen en op welke scholen ik werk. Dat ga ik nooit vertellen. Dat is het enigste wat ik altijd geheim houden. Voor de rest deel ik alles met jullie. Ja. En zo binnen, als hij groter is, mag hij in de video's komen, heeft zijn mama gezegd. Dus daar kun je ook alleen maar uitkijken. En nu kan ik alleen maar zeggen, vond je dit een leuke video? Dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en drop je vragen. Als er vragen zijn. Tot ziens.